Nee. Ja, echt. Als in heftig? Ja, heel heftig. Je ziet echt je billen. Zie je mijn ass? Ja, echt. The greatest show on earth. Armen naast je, een beetje voor je. Ik ben Madeleine van Beuzenkom. Ik leer alle BN'ers schaatsen samen met Joyce den Hollander. Mijn naam is Joyce den Hollander. Ik ben professioneel kunstschaatser. En nu ben ik hier om alle BN'ers van alles aan te leren. Hopelijk zoveel mogelijk. Tot nu toe vind ik dat iedereen heel hard gewerkt heeft. Ik denk wel dat sommigen het onderschat hebben in die zin dat ze misschien dachten, nou, binnen 3 weken kunnen we het al heel goed. Maar wel, het zijn allemaal echt volhoudertjes. Dus dat vind ik heel knap, want het is nogal niet wat. Het is echt mega moeilijk. Het is echt, je doet het niet even zomaar na. Ik vind het echt heel erg moeilijk. Het is de hele tijd je core, je armen. Kijk omhoog, niet naar het ijs. Ja. En op een gegeven moment, één van de twee coaches heeft het al opgegeven. Charlie, daarvan dacht ik echt, heb ik serieus gedacht, dat hij een keer zou gaan vallen en op zijn hoofd zou vallen of zo. Ik heb echt wel eens hartverzakkingen gehad bij die man. Ik moet gewoon heel erg om mezelf lachen. Ja, nou dat had ik ook hoor. Ik dacht, ik kan er zo'n kaartje voor kopen. Ja, dit is wel echt dat je gewoon denkt van, nee, Jochem Meijer, ja. Dwayne Verveer, ja. Dancing on Ice. Ja. Donnie, die kwam echt als een ijshockeyer binnen. Met een stick en een puck. Dus dat was ook ongeveer zijn houding. En daar hebben we dus heel hard aan moeten werken. Ja, kijk, weet je wat het is? Het kost mij heel veel energie om die sierlijke beweging te maken. Dus ik ben heel erg met de trainingen, dan ben ik er eigenlijk half bakken aan het doen. En het wordt dan constant ook tegen me gezegd van, nou, doe nou je armen recht en doe je borst vooruit. Ja, dat ben ik nou allemaal wel. Ik ben het toch aan het oefenen? Ja, nou ja, het gaat. De ene week denk je, nou, ik kan het toch een beetje. En de andere week denk je van, nou, ik gooi die schaatsen gewoon in de sloot. Sommige kwartjes die vallen. En dan denk je, oh, ik heb hem nu. En de volgende dag kom je en dan bak je er helemaal niks van. Het is vermoeidheid die er een beetje in begint te kicken. Aan de andere kant, blijft leuk. Ik hoop ook dat iedereen gewoon plezier ook beleeft tijdens deze weg. Kijk, het is een competitie, maar het is natuurlijk ook gewoon leuk om elkaar gewoon te stimuleren en af en toe een beetje lol maken. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Het moet wel leuk zijn. De groep is leuk, we hebben veel lol met elkaar en daar gaat het toch een beetje om. You make me wanna be the one I'm with. Start a new relationship with you. This is what you do. Het dansen op muziek, dat vind ik heel leuk. Joeva heeft mij laatst dus leren tellen op de maat. Zij tellen steeds af bij 5, 6, 7, 8. Dan denk ik, ja, bij 5 banden ga je, zeg maar. Zo'n gevoel heb ik. Nicoline heeft de afgelopen weken echt ook heel veel mentaal moeten bereiken. Draai, ja! Ik heb heel veel moeite met de rotatie. Na elk rondje ben ik duizelig. Ja. Wow, je bent wel echt dol ineens, ja. Ik heb al een liftje gedaan, wat ik echt heel tof vind. Ik krijg nu een beetje het gevoel dat ik het soort van het gevoel begin te krijgen. Ik kan eindelijk achteruit overstappen, zoals het hoort, zei Joyce. Dus daar ben ik heel blij om, omdat dat elke keer terugkomt in alle dingen. Dus ja, ik ben blij. De hoogtepunten. Oh, ik wil eigenlijk zeggen dat Celine uit je broek scheurde. Nee. Ja, echt. Als in heftig? Ja, heel heftig. Je ziet echt je billen. Zie je mijn ass? Ja, echt. Kijk. Dit gaat viral. Je merkt ook dat ze een beetje nu een beetje pressure gaan voelen. Zo van, het is bijna. Nu moet ik wel echt gewoon echt gaan knallen. Dat voel je bij iedereen. Dus als er dan ook een pasje even anders moet, dan is het paniek. Ja hoor, kijk aan. Borst naar voren, omhoog kijken. Dat weet ik nou allemaal wel. Ik ben het aan het oefenen. Bij het begin was het heel erg, je moet de basisvaardigheden leren. Maar op een gegeven moment gaat het vervelen, die pasjes de hele tijd. Overstap, achterstap, dat. Op een gegeven moment gaat het vanzelf, denk ik altijd wel, als je met iemand bent. Maar ik doe mijn best, Ik weet niet hoe we dat in godsnaam voor elkaar krijgen, want ik ging net nog keihard op mijn mouw. Het liefst had ik nog een jaar getraind, maar dat kan niet. Nee, dat is geen issue. Zag je, ging ik alweer bijna. Niet te ontspannen, core, hoofd omhoog. Dancing on Ice zie je ook op kijk.nl.